gaan we kijken wie het snelst Minecraft uit kan spelen. Er zitten 10 kijkers in mijn team en 10 kijkers in Robin's team. Wie zal er als eerst de Ender Dragon verslaan? Kan jij deze video sneller liken dan dat wij de Ender Dragon verslaan? Waarschijnlijk wel. Oké, jongens. Welkom. Welkom, welkom in jullie prachtige land. Ik maak het nog één keer even dag voor jullie om het gewoon lekker eerlijk te maken. Als het goed is, zou Robin dat ook doen. We hebben nu 50 seconden de tijd om even met elkaar te bespreken hoe we dit gaan doen. Want wij gaan natuurlijk het winnende team zijn. Dat hebben we met elkaar afgesproken, hè? Ja. Kijk, iedereen knikt. Ja, goed zo, goed zo. Oké, over 40 seconden mogen jullie gaan springen. Ik denk dat het handig is als sommige van jullie gaan minen. Sommige van jullie gaan bedden zoeken. En sommige van jullie gaan vast op zoek naar... Ja, weet ik van wat. We gaan gewoon taken verdelen, weet je. Wie wil er heel graag minen en gewoon voor goede gear zorgen voor iedereen, weet je. Is dat iemand die dat wil? Brian, uitgedroogd. Pampien, wil je dat ook? Nee? Oké, jullie mogen dat doen. Prima, die sprongen. Dan bedden zoeken. Heeft iemand... In principe, ja. Super Thijs en Pampijn, willen jullie bedden zoeken? En Richie, oké. Gaan jullie gelijk bedden zoeken voor iedereen? Zodra dat gedaan is, dan kunnen we gelijk verder gaan naar de volgende stappen. Want we gaan nu beginnen. Go! Go, 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 go! Jullie mogen ook communiceren met elkaar, jongens. Dat mag allemaal. Zeg maar wat je gaat doen. Jullie mogen allemaal jullie dingen doen. Blijf een beetje bij elkaar, splitsen een beetje op. Doe je ding. Ik ken de map zelf ook niet, dus ik weet ook niet hoe het er allemaal uitziet hier. Maar we gaan kijken wie als eerst klaar is met het uitspelen van Minecraft, Robin of ik. Althans, Robin's team of mijn team. Ik vlieg een beetje boven. Oké, mensen, welkom. Wij zijn het winnende team natuurlijk. We hebben hier bekende namen, wat minder bekende namen, in ieder geval voor mij. Jongens, tactiek, wat gaan we doen? Ik zou zeggen, we gaan een team laten hakken, een team laten zoeken, een team meteen de nether in. Ik ben jullie godfather eigenlijk. Ik ga jullie gewoon allemaal sturen. Zijn er vrijwilligers die richting de nether willen? Deze persoon hiervoor? Ja, ik kom binnen. Ook iemand die de netherportal kan bouwen. Ja, precies. Oké, jullie drie hiervoor. Ja, trouwens, we moeten sowieso allemaal eerst hakken. Allemaal een zwaard maken, dat soort dingen. Dus dat lijkt me sowieso verstandig. Ik ga de barriers weghalen. En dan ga ik meteen iedereen... Ik zou zeggen, iedereen begint met hout hakken. En, oké, daar gaan we. Oh, sorry, Lars. Oké, alle barriers zijn weg. En dan ga ik meteen eigenlijk naar boven vliegen. En dan gaan we kijken of ik dingen kan vinden. We moeten wel een beetje bij elkaar blijven. Ik zou zeggen, we spreken zo meteen af weer bij dat middelste punt. Oké, we hebben maar een paar bedden nodig. Maar 50% heeft een bed nodig. Want als 50% slaapt van ons, dan wordt de nacht geskipt. Oké? Dus we hebben in principe, laten we zeggen, 3 keer 5 wol nodig. Dus niet heel veel. Nice. Oké, ik denk dat er wel genoeg schapen zijn gekeeld inmiddels. Laten we bij de outpost onze basis maken. Wat dachten we daarvan? Dat we daar even een tijdelijk... dat iedereen daar kan meet, spullen kan geven aan elkaar. Ja, mensen, ik weet niet waar iedereen is, maar als iedereen even richting deze coördinaten kan komen nogmaals. Deze coördinaten. Ah, kijk, top. Ja, Hamburger, we gaan een nieuwe portal maken bij de lavapool, want dat is makkelijker met het lava. Als jullie allemaal nu hierheen komen, dan gaan we vanaf hier gaan we ons avontuur verder zetten, maar dan hebben we in ieder geval een basis, weet je. Dus als iedereen daar nu snel heen kan komen, dat is een hele goede locatie om met z'n allen te zijn. Ik heb even wat vuurwerk afgestoken op de plek waar wij zijn. Kijk, Venne is er ook. Mooi. Ah, ja, Squidward, kun je heel eventjes naar boven toe? Yes, sir. Ik sta hier. Ik heb hier voor jou flint en steel. Ah, de flint en steel. Kijk, nog meer top. Vuurwerk op de plaats. Dat later toe. Ja. Ik ben nog 2000 dokken vandaan, dus dit is nog wel even. Oeh, dat is wel vervelend. Oké, ik ga de nether in. René, jij gaat ook de nether in, of niet? Nee, oké, je gaat mine. Ik ga eventjes ik kijken. Ik heb zo'n zin in de nether, maar ik kan ga eerst even kijken hoor. Even kijken. Oh, hierboven zijn dan wel meteen, hoe heet die dingen? Gold ores, waar je die golden nuggets van krijgt. Ik ga even kijken of een goede kist loot is. Maar het is heel belangrijk dat we nu zo snel mogelijk een nether portal maken. Dus is er iemand die heel slim is met die tactiek dat je een nether portal kan maken bij een lavapool? Maar dan moeten we er eerst eentje vinden. Ik weet hoe ik het moet doen, maar... Oké, dan ga ik een lavapool zoeken als iemand gewoon, als jullie voor ijzer zorgen, weet je. Want als... Oh, hiernaast zit een lavapool. Oeh, coördinaten zijn -275 en -39. Hey, jij daar. Vind je deze video nou leuk? Laat dan zeker even een duimpje omhoog achter. Want bij 5000 likes doen we dit nog een keer. En dan maak jij kans om mee te maken. Abonneer ook zeker eventjes. En laat in de reacties weten. Wat is nou echt de snelste tijd dat jij Minecraft hebt verslagen? De Ender Dragon dan. Nou, ik ga weer verder. Want mijn team moet winnen. Doei! Oh jongens, we zitten echt op een echt verschrikkelijke nether spawn. Het is echt een verschrikkelijke spawn. Misschien heb je er genoeg aan. Ja? Oké, doe je ding. Papien gaat ons redden, jongens. Hij gaat een nether portal maken. Hier, kijk. Hij ontstaat. De nether portal ontstaat. Dan hebben we flint en steel nodig, jongens. Ik weet niet of iemand die al heeft. Ja, ik ben op zich nog flint. Nice, goed zo. Fenne, jij mag deze kant inderdaad wel op. Dan ga ik eventjes... Ik mag toch een beetje scouten. De portal is, er gaat nu eindelijk een hoge toren gebouwd worden. Dan kan je de portal zien. Steek hem aan, Richio. Doe het. Oké, wie gaat op avontuur? Wie gaat de blazerots halen en ruilen met... Kijken. Gaan jullie kijken? En zoek ook. Is het een goede of een slechte span? Oh mijn god.
Oh, we zitten wel bij een bastion. Ja, oké, maar hebben we veel aan een bastion? Want we hebben blaze rods nodig. Ook. We hebben gold daar ook. Ja, oké. Als jullie daar gold halen, probeer met een golden helmpje erheen te gaan. Ik zoek alvast naar een kasteeltje voor blazers, weet je. Ik kan iedereen zo meteen even zeggen hoeveel of wie er echt eten nodig heeft op dit moment. Dus ik red me wel. Heel schaars dit. Ik heb 1 iron nodig, hoor. Eentje. Er zit netherite in. Netherite ingot daadwerkelijk in die bastion. Gold blocks, een diamond chestplate enchanted en best wel wat ijzer nog. Dus het is op zich de moeite waard, maar het is wel heel moeilijk om dit allemaal te verkrijgen tenzij je heel goed bent. Want het is best wel... Ja, die brutes en alles. Ja, het is best wel heftig. Dus misschien dat het verstandig is als we eerst zo'n blazers gaan killen. Robin, kun je een handje nether helpen van waar we een beetje heen moeten? Yes, hier is de nether portal. Je kan ook coördinaten sturen, ik kan waypoints aanmaken. Het is die kant op. Die kant op. Daar is de... Maar ik moet die portal... Daar is in ieder geval zo'n bastion. Ja, dat is heel lastig. Maar dit is wel een grote bastion met waarschijnlijk veel kisten. Ik kan kijken of ik genoeg spullen kan krijgen om iets te proberen daar. Ja, dat is goed. Ik weet niet, ik zie iedereen. Oh, zie iedereen. En daar dan verder lopen, richting die kant, Fenner. Daar is een nether fortress. Oké, top. Dan onthoud ik daar. En verder ga ik even meer blokken halen. Als we gewoon zo snel mogelijk Eye of Enders kunnen fixen. En dat doen jullie op je eigen manier gewoon. Dan kunnen we, kan iemand vast op zoek gaan, weet je. Dat is de volgende taak. Oké, het maakt niet uit. Weet je, als jullie gewoon het ijzer met z'n allen hier eventjes in ieder geval verzamelen. Maak er maar nog niks van. Leg het in de kist. Dat mensen er zelf wat dingen van kunnen maken. Maar ga nou niet, als je hier zo meteen komt, al het ijzer voor jezelf opmaken. Maak gewoon één item. Tot iedereen een beetje hetzelfde item heeft. En dan pas extra dingen, oké? Jongens, ik ben in de fortress. Kijk, mooi, heel goed. Dan moeten we endrots gaan verzamelen. Ik heb al vier blazerots. Heel goed, lekker. Lekker bezig. Even kijken, er zijn dus mensen bezig daarmee. Ik denk dat het ook verstandig is als iemand inderdaad, want iemand zag dat hij bezig was met resources. Lars. Oh, kijk, jij zit lekker in een mineshaft, dat is ook top. En gaat traden gelijk met die dingen, want jullie hebben best wel wat gold volgens mij, of niet? 24. Oké, top. Oké, dan kunnen jullie zoveel mogelijk... Oh, er komt iemand aan, die is boos op jou. Oké. Dus, oké, let's go. Gelijk gaan. Oké, jongens, we hebben één persoon minder. Wie? Joël? Die is weg, dus, maar we gaan wel gewoon verder. Hij was toch wel... Ja, ik denk het wel. Dus de spullen die zijn wel bij ons in ieder geval. Helemaal top. We hebben al wat blaze rods. We hebben al wat armor. Ja, we proberen gewoon zo snel mogelijk nu te gaan. Ik heb 3 bedden voor zekerheid eventjes al. Oh, top. Zet anders maar meteen je spawn point hier. Kom op. Ja, maar we hebben... Ja! Oh, 3 enderpearls, jongens. 3. Nice. Dat is goed. Ja, dat is al wat. Hamburger, ze zijn richting de fortress nu aan het gaan. Daar zijn zij in ieder geval nu. Ik zie hier mensen nog bezig met de farm. Dat is ook helemaal top. Weet jij, hoeveel heb jij daar? Ik heb er 9. 9, oké, dan hebben we genoeg, jongens. Weg bij die blazers dan. Weg bij de blazers. Dankjewel voor eten. Nou, Knoet heeft nog wat diamonds gevonden. En ook best wel wat, volgens mij. 2, dat valt mee dus. Jelle. Ja, we zijn bij de bastion. Oké, er is inderdaad een basis geplaatst bij de nether portal, jongens. Zie dat maar als de nieuwe basis verlaat de village. Die is klaar. De nieuwe basis is gelijk tegen de nether portal aan. Ja, als iemand even een deftige broei daar naartoe kan bouwen, dan... Want we hebben hoeveel enderpearls hebben we inmiddels, jongens? Ik heb er 3. 3. Als jij met 3 enderpearls, wie is jij? Wie zei dat? Brian, als jij met je 3 enderpearls terug kan komen naar de normale wereld en met blaze power, gaan we vast... Ik heb geen blaze powder. Die heeft, als het goed is, Riccio heeft al wat blaze power. Ja. Hoe heet het? Zijn er mensen al aan het traden of niet? Nou, nee. Dat kan met die brutes. Nee, je moet echt met zo'n speciaal... Volgens mij moet je die mensen hebben die gewoon met zo'n... Met bruin pakje. Ja, gewoon zo'n bruin pakje inderdaad. Bruin pakje, roze gezicht. Oh mijn god. En niet felroos. Oké. Ik ga eten halen. Ik heb hier, wacht. Ik heb hier eten gevonden op de grond. Waar? Ja, nee, ik kan het wel droppen aan iemand. Robin, hier. Jij, even kijken, hamburger. Oh ja, ik heb eten gevonden, jongens. Hamburger achter jou, ligt wat eten. En gold. Oh, WJ, ik heb hier nog golden boots gevonden. Dus doe die maar aan, want anders word je aangevallen. Ik heb al golden boots aan. Oh nee, jammer. Hoeveel Eye of Enders hebben we dan al? 6 normaal. 6 nu. Oké, dat is nog niet genoeg. Dus als jullie dit blijven doen, gaan wij vast op zoek naar de dinges. Dus niet de nether uit, oké? In verband met chunks. WJ 2008, je hebt hier wat spullen gepakt. Top, als jij hier nog naar boven gaat... Alweer. Ja, oké, hamburger hier rechtdoor. Oh, netherite hebben we niet nodig. Hier, hamburger. En dan deze kant op, hier doorheen. Oh, ik ben nog gewoon enig in de overworld. Ik heb heel veel gold blocks nu. Ja, we hebben gold nodig juist, want we zijn aan het traden hier. Ja, top. Top. Oké, dan kunnen jullie ook gaan traden. Jullie zijn goed bezig. Gaat helemaal top. Ik denk dat we wel, misschien wel redelijk gelijk lopen, denk ik. Ik denk dat 1 persoon moet gaan traden per ding. En de anderen die kunnen gewoon in de overworld misschien wat eten gaan maken. Pijlen gaan maken. En gewoon iron gaan hakken.
Want we gaan, na als we de enderpearls hebben, gaan we meteen eigenlijk zoeken naar, ja, naar de portal natuurlijk. Jongens, hier zie ik de blaze power en enderpearls. Maak daar even... één iemand moet dat doen. Eén iemand moet daar Eye of Enders van maken en die moet die gebruiken. Ik weet niet wie die taak op zich wil nemen. Wie wil hier Eye of Enders van maken? Ik zou gewoon naast elkaar zetten en dan maak je er Eye of Enders van. Deze kist, ja? Oké, jongens, dan gaan jullie allemaal Pampien. Of Pampijn gaan jullie volgen. Dus denk ik nu tijd om gewoon te beginnen met het ding zoeken. Maar begrijp ik nou goed dat we gewoon nog 0 pearls hebben? Ja, volgens mij wel. Oh, wat heftig. En mijn meest goud al op. En ja, mijn goud is... Oh. Ik heb nog 4 goud. Heftig. Oh, wat is dit lastig dan, zeg. Oké. Twee is nog steeds die kant op. Nee! Hij is geplopt. Als eerste Eye of Ender is geplopt, jongens. Oh, 3 pearls. Lekker. Lekker. Wie? René, helemaal top. Het is wel een enge avontuur in verband dat... Oh nee, er komt een jungle aan, jongens. Ik wens jullie veel succes. Maar hier achter deze berg is een grote jungle. Oh, wat vervelend. Het spijt me. Het spijt me enorm. Oké, dus we hebben 8 pearls tot nu toe, toch? Is 8 is wel genoeg, denk ik. Nee. De portal kan helemaal leeg zijn en we moeten ook nog de portal vinden. Ja, dus maar ik stel wel voor dat die 8 pearls, dat we die wel alvast gaan gebruiken voor en dingen. Ik kan alvast een nether portal gaan zoeken, geeft iemand mij de pearls? Ja, als... Wacht, even kijken hoor. Want ik heb alle blaze rods. Even kijken, René, je moet hier naar boven, gewoon recht naar boven. Wacht even hoor. Oh ja, hier moet je naartoe, René. Waar ben jij? Hier. Hij gaat wel nog steeds die kant op, dus hij is nog verder. En hij komt terug, dus we hebben nog steeds ons oogje. 1, 2. Oh! Oh! Dit gaat een andere kant op, jongens. Oftewel, er zijn dichterbij. Oh, is hij is terug? Hij is kapot gegaan. Hij is kapot. Oké, dan zijn jullie in de buurt, want jullie moeten ineens een hele abrupte bocht maken. Dus dat betekent dat jullie er soort van langs zijn gegaan. Ik bedoel, ik zou gewoon hier naar beneden gaan nu, oprecht. Ik zou het gewoon doen. Om met een beetje, niet rechtstreeks. Dat is misschien een beetje eng. Ik zou een trappetje maken, want dan kan de volgende je ook volgen. Zijn jullie op zoek naar de endportal nu? Ja. We hebben er nodig. Ik ben er nu namelijk, kan ik het hier al zien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hebben we er nodig nog. Dus in totaal 11 hebben we er. Niet nog 11, want we hebben er 3, toch? Niemand heeft er eentje opgepakt, per ongeluk. Maar iemand had er toch nog eentje, dus hebben we er 4. Oké, we hebben er 4. Nou, dat is makkelijk. Ik heb bijna een halve stek aan varkensvlees. Dus, lekker bezig, jongens. Lekker bezig. Kijk, we gaan steeds lekkerder. Daar zijn jullie, jongens. Welkom. Goed zo. Zoek het ding. Vind hem. Er zijn kisten hier en daar. Pas op dat je niet doodgaat door de creeper. Zoals hier gaat de creeper ontploffen. Pas op. Okay. Goed zo. Ja, de bibliotheek ligt loot in de kisten. Probeer dat lekker te looten. Jullie hebben de boekenkasten zo allemaal niet nodig. Allemaal extra blokken niet nodig. Jullie hebben gewoon alleen de dinges nodig. Ik zie hem al. Sommigen zitten op de goede route. Sommigen niet. Kom op, jongens. Ik zou, als ik jullie was, gewoon de spullen ook vast gaan inpakken, jongens. De bedden meenemen en ook vast die kant op gaan. Dus hier, dit is onze nieuwe basis, jongens. Vanaf nu, die beesten moeten even vermoord worden. Maar dit is de nieuwe basis. Plaats, bed. Oh, shit. We komen bij een oceaan. Dat is wel echt heel erg kloten. Ik zal de coördinaten sturen. -982. Maar misschien is het nog iets verder terug. Ik weet het niet. Ja, we gaan het gewoon proberen. We moeten nu echt wel een beetje haast maken. Ik zorg wel dat ik die dingen een beetje op afstand hou. Op enderpearls is het enige wat we nodig hebben nog. Dan kunnen we het letterlijk uitspelen. Dat is het laatste wat we nodig hebben en dan zijn we gewoon klaar. Dan kunnen we die enderdrag even slaan. Ik ben er. Oh, oké. Okay. Ja. Dan ga ik de coördinaten van het van de ding sturen. -991, -15, -1803. Dat zijn de coördinaten van de stronghold. Nog steeds niet, Brian? Ja. Hebben er 2. Ja, hoeveel? 2. Oh, dan hebben we nog 1 nodig volgens mij. Dan meen je. Oh, nee. Oh, jongens, ja, we hebben de meeste pech die je kan krijgen. Oh, helemaal leeg. Hij is helemaal leeg. Nee. Dus dat betekent dat we er nu nog 6 nodig hebben. Ja, ik heb goed zo. Oké, jongens, let's go. Gelijk terug. We gaan je weg. Weg hier. Nee. Neem al deze bedden mee, jongens. Ja, ik heb hak ze allemaal. Ja, ik heb... En neem ze allemaal mee. Oh, oké. Okay. Neem al deze bedden mee. Neem dit kool ook even mee. Ja, misschien voor de zekerheid, weet je. Hier liggen tools, Thijs, voor jou. Op de grond. Sorry. Hier kan je even oppakken. Oké, en dan moeten jullie mij volgen. Dan is het zover. Ja. Let's go. Oké, jongens, heel even stil. Kan iemand even hier een bed ook neerzetten? Zodat iedereen hier even een spawnpoint kan neerzetten. Dan is dat in ieder geval gebeurd. De crafting table bij het bed lijkt me ook even verstandig. De lava hier ga ik afblokken voordat hier iemand in dood gaat. Oké, iedereen heeft zijn spawnpoint gezet. Oh ja, en iemand moet hamburger eten geven, jongens. Ik heb 10 steak. Ja, ik heb een oven nodig. Dan kan ik... Oh nee, dit is zo'n poepspan. We hebben weer de slechtste spawn die je kan hebben. Okay, jongens, zometeen gaan we armor verdelen. Dat niet iemand heel OP is en anderen geen armor hebben. We gaan gewoon eerlijk een beetje de armor zometeen last minute nog verdelen van elkaar. Want we hebben echt niet veel armor nodig. Dat is het. Zolang iedereen maar een wapen heeft en een bed, dan komt het goed, weet je. Want dan kan respawn en dan kunnen we het blijven proberen. Want dan maakt het niet uit hoe vaak we doodgaan. Dan blijven we het gewoon proberen, weet je. Plaats iedereen hier dit, niet zijn bed, plaats, sorry. Gebruik iedereen dit als spawnbed. Klik er even op dat dit je spawnpoint is, dat je dood gaat spawn je hier. En niet tegelijk inspringen. Go, ja, volgende. Boom!
Boom! Daar ga ik, jongens! Het is veilig! Go! Go, go, go! Het is best een goede span! We hebben echt een hele goede span! Sloop die dingen. Goed zo. Goed zo, dat is de eerste. Die is kapot. Twee zelfs al. Go, 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 jongens. Jullie kunnen het. Hoeveel moeten we er nog? Hoeveel? Eén hier? Twee. Nog maar twee. Nog maar twee van die dingen. Ik heb een enderpearl, ik heb een enderpearl. Hoeveel? Ik heb er één. Ik heb er nou een gekild. Nou, we hebben er nog vier nodig, jongens. Nog maar één van die dingen, jongens. Kom op. Ik weet niet wie erop schiet, maar... Oh, je had hem! Wie was dat? Lekker, Papijn. Lekker, oké, nu die draak pakken. Dat is het laatste wat nog nodig is. Jullie hebben allemaal die dingen. Pak hem! Oh. Pak hem! Good. Oh, hij kilt jullie allemaal. Het is de laatste stand, is dit. Dit is de laatste stand, pak hem! Yeah. 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 Woo. We hebben gewonnen, jongens. Denk ik. Ik heb nog niks van Robin gehoord. We hebben de game uitgespeeld. Yeah. Oh. Hamburger heb je ook. Van hier. Rip. Hier. Bedden zijn weggehaald. Hallo. Waar zijn de bedden? Nee. Hey. Gaat het niet menen. Daar ben ik. Wacht, hebben jullie het al? Jullie hebben zeker al gewonnen. Wij hebben de Ender Dragon verslaan. Ja, verslaan. Houd toch op. Verslaan. Verslagen. Verslaan. We hebben verslaan en verslagen. We hebben allebei gedaan. We hebben gewoon elk gepakt, jongens. Ja, helaas. Verloren van een walnoot. Verloren. Jee. Dank jullie wel voor het meewerken. Ga elkaar maar lekker allemaal aan de ding slaan. We waren een goed team. We waren een heel goed team. Oké, jongens. Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Team Geel heeft gewonnen. Dat is mijn team. We zijn gewoon de winnaar. Hartstikke top. Die beste van allemaal. Robin die loopt heel verdrietig achter mij rond. Die heeft helaas niet gewonnen. Zijn team, zoals je kan zien, die was niet goed genoeg. Vond je deze video nou zo leuk? Vergeet dan zeker even niet te liken en te abonneren. En dan bam! Kijk nu lekker dit andere event. Dit is ook een video met 200 kijkers. Grote aanrader om te kijken. Het is echt mijn favoriete video. Dat weet ik eigenlijk niet, maar kijk hem gewoon. En nu spreek ik laat glaasje water. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!